Talentlab heeft onlangs een mooi nieuw model verspreid, gratis te downloaden. De link kan je vinden onderaan de video. Rond mindsets en de verschillende aspecten van de fixed and the growth mindset. Wat is het mooie aan het model en wat is eigenlijk de trigger geweest om daar vandaag en de komende delen met jullie eens over te hebben, is dat het heel mooi visualiseert dat de fixed mind and growth mindset een meer genuanceerd verhaal is. Carol Dweck heeft, denk ik, ja, vorig jaar ongeveer een nieuwe versie van haar boek uitgebracht, omwille van dezelfde reden. Mindset, de fixed growth mindset verhaal, werd nogal eens misbruikt en in absolute getrokken, waardoor dat ze het boek herwerkt heeft en veel meer die nuance heeft willen aanbrengen. Welkom iedereen, ik ben Rudy van Overbeke van Growme Coach. Dit is een reeks van 8 korte filmpjes die we gaan maken om de growth mindset, fixed mindset, onderdeeltje per onderdeeltje eventjes over te hebben met jullie. Waarom willen we het hierover hebben? Is omdat er heel veel trajecten zijn bij Growme Coach, maar ook bij collega's die er rond hoogbegaafdheid bezig zijn, waarin mindset echt de basis van de coaching trajecten zijn. Zowel individueel als in groep, zowel kinderen, tieners als volwassenen, zowel in privé als in bedrijven is het een heel sterk, heel positief verhaal waar je een groot verschil mee kan maken. Dus zoals ik net zei, Talentenlab, alle eer aan hun. Ze hebben een heel mooi e-book gemaakt dat je gratis kan downloaden. De Mindset Flow, e-book eerder poster. Dus onderaan de link vind je de gratis downloadpagina. Ik raad iedereen aan om dat daar te gaan downloaden. En zoals ik onlangs op Facebook zag passeren, druk dit af in kleur, mooi, groot. En hang dit aan de muur op het wc of hang dit ergens waar je toch regelmatig een keer op je gemak gaat zitten. Lees dat eens en denk na hoe je daar elke dag mee aan de slag kan. Veel succes bij deze reeks en we gaan eraan beginnen. Oké, laten we beginnen met de eerste. Eerst globaal uitleggen, fixed mindset, growth mindset, voor de mensen die het concept van mindset nog niet hebben ontdekt. Heel interessant boek, zeker het boek ook lezen, maar dus in deze globaal bekeken. Carol Dweck heeft eigenlijk een studie gedaan bij kinderen, omdat ze geïnteresseerd was waarom gaan sommige kinderen uitdagingen aan en waarom gaan andere kinderen die uitdagingen dan weer niet aan. Dus dat was eigenlijk in een notendop, want het is een heel uitgebreide studie, hetgeen waar dat ze naar op zoek ging. En wat stelde ze vast? Dat de manier dat je met kinderen babbelt, de manier waarop waar je kinderen in motiveert, hoe de kinderen zelf tegenover de uitdagingen staan, ervoor zorgde dat sommige kinderen ja, meer en meer aan uitdagingen worden aangegaan en andere kinderen eigenlijk uitdagingen gingen vermijden. Dus die fixed mindset wil zeggen, in de studie van oké, bij uw geboorte heb je een portie verstand gekregen en daar moet je het dan verder mee doen in jouw leven. Dat wil zeggen, als je geen talent hebt voor iets, ja goed, dan begin er dan ook niet aan, want het zit niet in jouw valies van tools die je gekregen hebt. Growth mindset daarentegen gaat ervan uit, in een growth mindset visie van wat je meekrijgt bij je geboorte, die gaan ervan uit dat je de valies gehad hebt, maar dat eigenlijk een toolkit is. Dat wil zeggen, je hebt een reeks talenten, dus je hebt een reeks tools, een tournavis, een hamer, whatever wat je hebt van tools. Maar dan moet je daar eigenlijk mee aan de slag gaan. En op basis van wat je ermee doet, ga je dat nieuwe dingen kunnen aanleren of niet. Dus door te oefenen, door te herhalen, door allerlei dingen te doen, gaat dus eigenlijk je toolkit meer en meer functionaliteit krijgen. Dus dat is fixed mindset, growth mindset. In de flow, in de poster die de Talentenlab voor jullie gratis downloadbaar heeft opgesteld, gaan we die fixed mindset en growth mindset op een as zetten, omdat het niet absoluut zwart-wit is. En ook niet in alles ben je fixed mindset of growth mindset. Dus per onderwerp kan je meer fixed of meer growth mindset zijn. Dus vandaag de manier van denken. Als iemand heel fixed mindset nadenkt over het denken, dan is het ik ben wie dat ik ben en daar kan ik verder dan ook niks aan doen. Is eentje die ik ook zelf persoonlijk al verschillende keer in coaching ben tegengekomen, in onze thema-avonden frequent tegenkom, is vertrekken vanuit het perspectief. Ja, goed, zoals ik in elkaar zit, zoals ik geboren ben, zoals ik opgevoed ben, dat, ja, dat is het dan en daar moet ik het dan ook mee doen. Dat staat vast, daar is niks aan te veranderen.
Het andere uiterste, dus waar dat je eigenlijk zoveel mogelijk naartoe wil gaan als je nood hebt aan veel groei, dat is eigenlijk dat je ervan uitgaat dat je in je denkproces alles van je denkproces ook kunt beïnvloeden. Dat het altijd een keuze is die je hebt. Die keuze is ook waarom dat ik mindsets heel mooi vind. Ik ben een enorme fan van de 7 Habits of Highly Effective People van Covey. En dat is echt die growth mindset mentaliteit tegenover wat je kan worden, wat je potentieel is. Dus het typische tekeningje dat daarvoor gebruikt wordt is de kat die dat de tijger in de spiegel ziet. Dus als je zelf gelooft dat er een groeipotentieel is, dan ga je grote stappen kunnen zetten. Nu, dat zijn de uitersten. Ik kan niks veranderen of ik kan alles veranderen. Er zijn geen grenzen. Het mooie is natuurlijk dat je daar een groeitraject in hebt. Dus dat dat eigenlijk niet zwart-wit hoeft te zijn. Dus zoals je ziet in de tekening hier. Dus vast is, ik ben zoals ik ben. Dat staat vast, kan ik niks aan doen. Matig vast, ik kan niet echt veel veranderen aan mezelf. Als je erin slaagt om al van vast naar matig vast te gaan. Dus je gaat ervan, ja goed, veel kan ik niet veranderen. Maar ik ga het een keer proberen. Dan ga je eigenlijk de kans krijgen om te voelen van, ah tja, het staat gelijk toch zo vast niet als dat ik eerst dacht. Dus naar lang dat je kleine succesjes gaat krijgen, ga je beginnen je manier van denken gaat beginnen transformeren. Want ja goed, je hebt de succesje en dan denk je, oh, maar misschien is er nog wel wat meer. En dan komt op de mixed. Je kan in sommige dingen beter worden. Dus op bepaalde onderdelen in je leven, je kan het best iets pakken wat je eigenlijk heel graag zou kunnen, maar goed, dat nu nog niet lukt. Dan heb je meer drive om te zeggen van oké, ik ga het nog zo rap niet opgeven. Dus begint op iets in je leven waar je zegt van oh, hier zou ik eigenlijk wel beter in willen worden. En begint te experimenteren. Hoe meer dat je gelooft, want dat is wel natuurlijk belangrijk dat je zelf gelooft wat je zegt. Hoe meer dat je gelooft van ja, ik heb gelijk toch mijn stuur in handen, ik kan gelijk toch dingen veranderen. Hoe meer dat je manier van denken gaat kantelen naar een growth mindset, kijk op je denken en op groei. Dus dat is de eerste belangrijke, dat is eigenlijk de belangrijkste om van fixed mindset naar growth mindset de stap te kunnen zetten, is jezelf de kans geven, eerst in iets wat je graag zou kunnen en dan later ook in dingen waar je eigenlijk al wel wat tegenop ziet, begin te experimenteren om van die vast mindset naar dat eerstvolgende stapje te geraken, matig vast, maar ik ga toch een keer proberen en kijken of dat ik iets gedaan krijg, om zo geleidelijk aan te groeien naar een heel growth mindset rond uw denken. Dus dat is de eerste. Oef, dat is eigenlijk al veel om uit te leggen. Heel belangrijk. Dus het volgende filmpje gaan we de tweede aanpakken. Voor vandaag zijn we denk ik rond. Dus bij leven en welzijn. Denk vanavond na over iets van, tja, dat zou ik gelijk wel een stapje willen zetten. Kijk of dat je vandaag daar in een vast mindset zit. En probeert voor morgen een klein stapje in te plannen om daar iets aan te veranderen. Morgen, of ja, ik weet nog niet wat de cadans is, maar ik zie jou dan in het volgende filmpje waar we het tweede punt gaan aanpakken. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marlijn gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van GroMeCoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromicoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is GromiCoach een team van, ja, ik ging zeggen 4 man, maar het is 1 man en 3 vrouwen. En eigenlijk is alles gebaseerd op het growth mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school.
We hebben plusgroepen zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, die, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand is, kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben, die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, en zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus surf naar onze site, like ons op Facebook, zodat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met Romy Coach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden en we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toe komen, zodat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein die ook nog moet komen. Succes! En bedankt voor het kijken tot het einde.